Welkom bij Pluimvee in Barneveld. Wij hebben vorig jaar een nieuw bedrijf opgezet naar een brand. We hebben 3 sterren beter leven. Scharrel, dus onze kippen hebben geen uitloop, maar kunnen wel altijd in de winterkarden. We hebben gekozen voor 3 sterren beter leven, voornamelijk ook met in ons achterhoofd de oppakplicht. Onze kippen zitten altijd veilig voor de oppakplicht. In 2013 hebben wij eerst 1 stal gebouwd en later is daar een 2e stal bij gekomen. Toen is helaas de brand geweest, alles afgebrand. En sinds 14 mei zit er weer leven in deze stal. Deze stal bestaat uit 2 verjaren systemen en uit 2 kanten winterkarden. En aansluit aan de winterkarden een stuk bosrand. Verder hebben we een warmtewisselaar bij deze stal. Die is ook apart van de andere stal. We hebben dus 2 warmtewisselaars. In de andere stal hebben we 1 rij verjaren en ook 1 winterkarden. In de winterkarden hebben de kippen beschikking over pikblokken. Ze hebben hier scharrelruimtes, er zijn schaduwplekken, luzijnenbaaltjes. Er wordt graan gestrooid. Nou, het dagritme van de kip, ze gaan om 10 uur gaan ze de winterkarde in. En dan gaan ze rond 10 uur ook weer uit. Dus ze zitten nu 12 uur per dag in de winterkarde. We zitten nu natuurlijk in de lange dagen. En dat bevalt eigenlijk heel goed, denk ik zo. Met echt warme dagen zijn ze liever in de stal. Want daar hebben we nevenkoeling, dus daar is het wat kouder in de winterkardes. Er is hier ook mogelijkheid tot uitloop. Die is nu niet in gebruik, omdat er een ophokplicht is. Wij hebben naast de winterkarde hebben wij nog een bosrand. Daar kunnen de kippen tot 5 meter overdekt ondergaas nog echt naar buiten. Nou, qua duurzaamheid hebben wij gekozen voor witte kippen. Deze hebben minder voedsel nodig om een ei te kunnen leggen. In deze stal hebben we gekozen voor de Nitchik van Agromix. Deze hennen bevallen erg goed. Tot nu toe is het een heel mooi rustig koppel en goed nestgedrag. En tot nu toe ook weinig pikkerij. Deze zijn nu 21 weken en de eieren komen goed op gang. Onze eieren gaan naar Gulliker en Ropel en die gaan voor een deel naar HelloFresh en voor een deel naar de supermarkt. We hebben hier René Beek, dus de kippen geleverd. Die zijn verkocht, opgefokt op maat met daglicht, zodat ze hier eigenlijk direct in een element kunnen wezen, gewend aan daglicht. Je ziet het aan de dieren, ze zitten, lopen hier pas een paar weken. Vanaf de eerste dag gingen ze meteen de wintergarten in, hun gedrag vertonen. Deze kip is eigenlijk, valt op door zijn rustige gedrag. Je ziet dat die dieren gewoon om je heen komen lopen. Je moet heel veel activiteiten in een stal doen. En dan is het lastig als de dieren zo schrikkerig zijn. Deze absoluut vertonen geen stress. Je kunt die dieren bijna zo in de hand nemen. Je wil een hen natuurlijk goed ontwikkeld, goed bevederd. Belangrijk in de keuze voor de kip, in dit geval gaat het even over de witte kip, dat we een stuks veel aantallen eieren maken. Niet te veel kleine eieren. Deze kip is daar uitermate eigenlijk op gericht dat hij niet te veel kleine eieren geeft en met name het eigewicht ook afvlakt, dus niet te zwaar gaat worden. Dit is de Aitchin & Nitchik die we daar nu de nieuwste lijn van juist hebben gelanceerd. Dat we de eigewichten kunnen bewaken en heel veel tafeleieren kunnen produceren. In de fokkerij gaat het met name om het karakter van de dieren. Dus er wordt geselecteerd dus op gedrag van de dieren, een goede bevedering. Ja, en er komt elk jaar toch altijd wel weer wat eitjes bij. Waar wij dus hier in deze selectie heel duidelijk op gefokt hebben, is dat lagere eigewicht weten te behouden. Zodat we echt een tafelei kunnen maken van max 62 gram. Klinkt als een soort sportschool, de hele opfok. Maar dat is het eigenlijk wel een beetje. Ze moeten natuurlijk perfect afgeënt zijn. Want er is altijd een velddruk en je wil die dieren goed beschermd hun werk laten doen in de legperiode. Nou, en dan gaat het eigenlijk het afstemmen van het lichtschema. CQ ook het daglicht. Wat in de opfok geweest is, dat we dat ook in de legstal identiek afstemmen. Zodat de dieren eigenlijk geruisloos overlopen. Wij verzorgen daarvoor dat ze een schema krijgen hoe de dieren exact opgefokt zijn, met welke lichttijden, wanneer, hoeveel voerbeurten erop zitten. Het afbouwen van het licht, het daglicht, alle informatie wordt verstrekt en die kun je eigenlijk kopiëren in je legbedrijf. Deze nieuwe stal met toch weer een nieuwe mogelijkheid om die 3 sterren eieren te gaan vermarkten is echt een uitdaging van Beek Pluimveehouderij. We wensen er heel veel succes mee. We hebben in de stal gekozen voor een foyer systeem van Shorttime. Ja, daar zijn we zelf ook de wielen van, dus dat maakt het natuurlijk ook een stukje makkelijker. Wat ik het grote voordeel vind is wel het uitdrijfsysteem in de nesten. Ze hebben goed de ruimte in de foyer, ze kunnen zich goed er doorheen bewegen.
En ook, we hebben deze keer gekozen voor een spiraal in plaats van een voelketting. Het knoeit een stuk minder en verder bevalt dat heel goed. Beek Agri is ook dealer van Shorttime. Vandaar dat we ook een Shorttime foyer hebben geplaatst. Dit noemen wij een Vike 2-2500. Dat wil zeggen dat de onderste mesband en de bovenste mesband even breed zijn met een breedte van 2,60. We hebben hiervoor gekozen omdat we maximaal aantal dieren in de stal willen hebben. En we willen het maximale oppervlakte hebben voor onze milieuvergunning. Omdat het een 3 sterren beter leven kip is, mag je maar 2 rijen hebben. Maar omdat we ook 100% wintergarden hebben, hebben we heel veel dieren van 6,7 op de vierkante meter op dit systeem zitten. Daarom is dit eigenlijk een heel druk systeem. De beperkende factor, omdat we maar 2 rijen hebben, is het legnest. Dit legnest is een 58 centimeter diep, terwijl onze normale standaardnesten 49 zijn. We hebben gekozen voor een uitdrijfnet. Door dit uitdrijfsysteem staat hij altijd op dezelfde stand. En dat is het voordeel ten opzichte van vroeger, waar we een buis bovenin hadden. En dan had je nog wel eens torsies op de buis. Dus dat betekende wel dat soms het net ietsjes hier stond of iets verder terug. Hier staan ze gewoon allemaal over de hele 100 meter precies op dezelfde plek open. En het is onmogelijk om het nest los te drukken. Wij kunnen dit doen omdat we hier met een tandheugel werken. En omdat ze allemaal over dezelfde tandjes lopen, staan ze ook allemaal op hetzelfde moment allemaal open en dicht. De nestmat is geperforeerd en eenvoudig eruit te halen door 2 clipsen. Omdat in het verleden met luizen onder de eierbeschermplaten nog wel moeilijk te bestrijden waren, ook in fipronil-tijd, hebben we gekozen voor een ovale zitbuis in plaats van een eierbeschermplaat. Makkelijker weg te halen, door het draadje blijven ze liggen en minder kans dat er luizen onder gaan zitten die bijna niet meer te bestrijden zijn dan. We hebben poten om de 2,40, dus we hebben veel ruimte ertussenin om schoon te maken. Aan deze poten hebben we opklapbare zitstokken gemaakt, dat de kippen eenvoudig omhoog kunnen. We hebben een Impex drinksysteem met de SP14. Dit is eigenlijk een juiste nippel voor onbehandelde hennen, voor zo min mogelijk knoeien, min water geven. Met een grote lekschaal, zo kun je ook zien dat we hier allemaal eigenlijk zo min mogelijk waterverknoeiing hebben. Het voersysteem is een Ultraflow Shorttime spiraal. Wij hebben gekozen omdat toch wel veel verknoeiing hebben met onbehandelde hennen op de voerketting. Dat de hennen het voer een beetje mee zitten spelen, op de mesband valt en dan ben je het kwijt. Je hebt het ook met selectief vreten. De eerste hennen beginnen veel eraf te vreten, de mooie voer eraf te vreten, terwijl ze aan de andere kant het minste hebben. Doordat we hier met de spiraal werken, zit het voer verdiept erin en dat de spoed zo kort op elkaar zit, kan de hen, als hij loopt, niet bij het voer komen. Dus hij kan hij er ook niet uithalen. Hij kan ook niet knoeien. Alle kippen krijgen op hetzelfde moment, als je stilstaat, kunnen gelijk gaan vreten. Dus je ziet geen voer op de mesmat liggen en dat spaart ons veel geld. Want we denken toch wel een grammetje per kip dat er verknoeid wordt per dag. De scheidingswanden maken we zelf bij Beek Agri. Aluminium frame met gaas erop. Met deuren die automatisch dichtvallen, die achter je aan dichtgaan. Bij de aluminium scheidingswanden hoort natuurlijk ook het dichtmaken tot aan de nok. Dat doen wij met een speciaal uit Katwijk vissersnet. Hartstikke sterk. Ga geen kip in zitten door de grote maas. Niet dat zij gevast vliegen erin. En het zit mooi strak in het geheel. We hebben ProLucent LED-verlichting. Omdat het een breed systeem is, hebben we onder 2 rijen. 2 rijen breed, omdat het anders te breed is, te weinig licht. En onder het nest hebben we ook 1 rij ledbuizen. 48 volt wordt gevoed voor in de stal. Dat is een groot voordeel. Dus dan hebben we voorin een schakelkast, de travelkast voorin hangen. En dan hebben we achterin ook voldoende licht door de 48 volt. Wat vroeger eigenlijk wel anders was met 24 volt. Dat je dan achter eigenlijk helemaal niks had. En dat is dus wel een groot voordeel nu met 48 volt lampen. Strooistofschuif is van Konings. Hieronder zie je nu een opdruksysteem, dus dat wil zeggen, zoals vroeger liepen de hoekwielen helemaal tot aan de muur. Dat hebben we nu niet. De hoekwielen lopen nu tot en met de wand en dan lopen ze met de wand mee naar de andere kant. Dus dan struikel je er sowieso niet over. Mesbanden, ja, er zijn ook veel variaties in mogelijk. Frameloze banden, banden in de put van een meter. Wij hebben gekozen voor een putje van 40 centimeter met een band gewoon op rolletjes. Dat deze loopt dus niet frameloos. Oprolletjes en deze band die loopt zo meteen naar buiten waar we kunnen kijken door en in keer door met een knik naar een mesloods. Hier zie je de mesband naar buiten toe komen.
loopt door naar de mestloods. En in onze mestloods zit een verdeelband die de mest verdeelt in de mestloods. Dat we mooi kunnen stapelen en veel kunnen opslaan. De eierverzameling doen we met de Farmtex spijlenbaan. We hebben gekozen voor rechtstreeks vanaf de eieren gelijk op de spijlenbaan. Het voordeel is, je hebt maar één overname. Deze Farmtex spijlenbaan heeft een extra verzette ketting. Deze kan tot maximaal 40 graden. Het nadeel is wel een beetje, je moet hier niet met containers naar binnen. Wij kunnen met de containers met de hennen achterin binnenkomen. Dus hier wordt het dan wat lager, maar we hebben hier nog een hoogte van 1,90 meter. Dus dat is voor een vrije doorgang. Maar voor containers is het wel risicovol dat je hem hier misschien tegenaan rijdt. Dit is de extra verzette ketting van Farmtex en dan kun je dan zien dat deze spijl en deze spijl heel veel hoogteverschil zit. En daarom kunnen we hier ook met een hoek van maximaal 40 graden omhoog. We hebben een geweven eierband, een polypropyleen geweven eierband. We kunnen dit met een stofzuiger aan de achterkant kunnen we dat afzuigen. Dit lukt niet met een PP-band, want dat wordt statisch. En dat lukt met deze band lukt dat prima. En we denken dat hier de eierkwaliteit beter mee is dan met een PP-geperforeerde band. Eieren afdraaien doen wij 's ochtends. Wij hebben een Senovo staan, dat is de eieren inpakken. We hebben een printer, die printen eieren met ons stalnummer erop. En we hebben een kleedtek en die stapelt eigenlijk alle eieren voor mij op de pallet. Die hoef ik toch niet te doen. Familie Beek heeft gekozen voor een pelletizer van Kleetek. Kleetek is gespecialiseerd in machines die eieren verwerken. De pluimveehouder bespaart daarmee veel fysieke arbeid en krijgt keurig gestapelde pallets. De pelletizer van Kleetek staat bekend om zijn veelzijdigheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Familie Beek heeft meerdere soorten eieren te verwerken dagelijks. En er wordt veel tijd bespaard door de halfgevulde pallets gewoon in de machine te laten staan. De veelzijdigheid van de machine houdt in dat de machine op diverse manieren samen te stellen is. Precies zoals de situatie bij de pluimveehouder dat vraagt. Daardoor blijft de machine erg compact. Bijvoorbeeld, je kunt kiezen tussen één palletplek of meerdere, eventueel met magazijnen voor lege pallets en leeggoed. Familie Beek heeft gekozen voor een 6.3 variant. Dat wil zeggen, twee pallets om te vullen, een leeggoedmagazijn voor lege pallets en tussenmatten. Hiermee kan die twee verschillende stallen afzonderlijk rapen en binnen enkele seconden omschakelen van de ene naar de andere stal. Deze machine is geschikt om 12 pallets te vullen zonder met leeggoed bezig te zijn. Dat scheelt veel tijd en is een belangrijk pluspunt tijdens het verwerken van eieren dat elke dag weer terugkomt. De machine maakt gebruik van een veiligheidsscherm rondom. Dat is belangrijk voor de veiligheid en dat is ook wettelijk verplicht. Dit is een erg betrouwbare machine. Sinds 2012 draaien er al enkele honderden van deze machines in binnen- en buitenland. Wij vinden het erg belangrijk dat de machine altijd goed blijft werken, eenvoudig te bedienen is en weinig onderhoud vraagt. We zijn er trots op dat we hier zo'n mooie machine mochten leveren. En wensen familie Beek alle goeds, veel plezier met het prachtige resultaat dat ze neergezet hebben. Nuovo is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bedrukken van eieren. De twee technologieën die wij daarvoor gebruiken zijn stempelen en printen. In Nederland zien we dat de meeste eieren geprint zijn. En ook bij pluimveebedrijf Beek hier hebben wij een printer staan. Door EU-regelgeving en verdergaande Nederlandse regelgeving is op elk ei een code geprint of gestempeld. Deze code bestaat uit eerst een getal voor de differentiatie. Dat zie je bijvoorbeeld hier. Het eerste getal is hier een 2, dat staat voor een scharrel-ei. Een 1 is een vrije uitloop-ei en een 0 is een biologisch ei. Vervolgens zie je de landcode staan en daarna zie je de laatste cijfers die bepaalt welke boerderij specifiek de ei heeft geproduceerd. Waarbij de laatste twee getallen de stalnummer zijn. Dus in dit geval gaat het om stalnummer 1. Op deze manier heb je volledige transparantie en ook controleerbaarheid van waar de eieren zijn geproduceerd en op welke manier de eieren zijn geproduceerd. Voor het printen van eieren wordt gebruik gemaakt van voedselveilige inkt. In principe komt de inkt niet door de schaal heen, maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat er een scheurtje in het ei zit. En wanneer er een scheurtje in het ei zit en de inkt komt door de schaal heen, dan moet het ei nog steeds veilig zijn om gegeten te worden. Dus de inkt is eetbaar, betekent dat. Hier staat de printer op de pakbaan van de inpakker. Alleen de printer komt van ons. De machine eromheen is de inpakker. Wij hebben dus maar een heel klein stukje van de hele keten. Maar het is wel een heel zichtbaar stukje, want op elk eitje staat de code geprint. Printen op een ei klinkt heel eenvoudig. Maar we zien vaak dat het toch nog een hele uitdaging is. Vaak wordt er geprint in schone omgeving, bijvoorbeeld thuis op papier.
Hier wordt er geprint in een eierlokaal. Daar kan het ooit stoffig zijn, daar kan het ooit vochtig zijn en er wordt ook geprint op eieren. Eieren zijn rond en daarnaast kunnen eieren ook stoffig en vochtig zijn. En het kan natuurlijk zo zijn dat er gebroken ei tussen zit. In dat geval is het belangrijk dat de printer alsnog goed blijft werken. We zien dat daardoor print op eieren echt een hele uitdaging is. En wij hebben daar onze specialisatie van gemaakt en daar zijn we heel trots op. Dit is nou zo'n patroon. De patronen zijn transparant, zodat je er doorheen kan kijken en kan zien hoeveel inkt er nog in het patroon zit. Hier aan de onderkant zie je de nozzel. Dit is waar de inkt uit het patroon komt. Het is natuurlijk belangrijk om de nozzel schoon te houden van stof. Daarom, voordat we beginnen met het printen, maken we de nozzel vaak eventjes schoon en daar gebruiken we bijvoorbeeld zo'n blauw doekje voor, door simpelweg eventjes af te poetsen. Na een tijdje hoor je natuurlijk de patroon te vervangen wanneer die leeg is. Eén patroon print gemiddeld ongeveer 300.000 eieren. Hier bij pluimveebedrijf Beek hebben ze 6 patronen tegelijkertijd ingezet. Dat betekent dat ze hier bij ongeveer 20.000 eieren per dag na 3 maanden alle patronen moeten vervangen. Hoe gaat het nou in de praktijk? Hier klikken we de patronen in de printer. Daarna zet je de printer aan. De printer start op en je selecteert de printtekst die bij de juiste stal hoort. De printer kan meerdere printteksten voor meerdere stallen onthouden. En dit is alles wat nodig is om de printer te starten. Onze printers onderscheiden zich van eenvoud en gebruiksgemak. Je loopt minimaal risico op complexe storingen op ongewenste momenten. Mocht er toch een storing voorkomen, dan staat ons team 7 dagen in de week klaar om pluimveebedrijf Beek te helpen. Want de kippen hebben in het weekend niet vrij en leggen natuurlijk ook gewoon eieren. Deze printer is geïnstalleerd op het Sonovo inpakmachine. Echter kunnen wij onze printers installeren op alle inpakkers die op de markt beschikbaar zijn. Daarnaast leveren wij ook standalone printsystemen waarbij geen andere machine voor nodig is. Wij merken dat onze klanten belangrijk vinden om ontzorgd te worden tegen zo laag mogelijke kosten. Dat betekent dat de printer eenvoudig in gebruik is en als er wat kapot gaat, dat het dan snel te maken is. Oftewel zo min mogelijk problemen en zo min mogelijk uitval. Wij zien onze eerste printers die meer dan 20 jaar geleden zijn geïnstalleerd nog steeds wel eens terug. Dat vind ik wel heel erg tof om te zien. Wij hopen dat we de printer die we hier geïnstalleerd hebben bij pluimveebedrijf Beek nog lang zullen terugzien. En we wensen pluimveebedrijf Beek veel succes nu en in de toekomst. Ja, wij hebben hier een warmtewisselaar staan van Beekan. Deze verwarmt eigenlijk de stal op een hele milieubewuste manier. Hij zuigt de warme lucht uit de stal. En verwarmt daarmee de koude, frisse lucht van buitenaf. Dus eigenlijk warm je je stal op met de lucht uit de stal. De verse lucht wordt uitgeblazen over de mesband, waardoor deze droog wordt en makkelijk afgevoerd kan worden. We staan hier voor een van de 2 warmtewisselaars bij de firma van René Beek. Deze wisselaar is een 40.000 kuber, dus 40.000 kuber afzuig en 27.000 kuber inblaas. Daarmee doen we iets meer dan een minimumbeluchting. We doen hierbij 1,5 kuub per dier afzuig en 1 kuub per dier inblaas maximaal. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we dan toch iets meer kunnen doen dan minimumventilatie. Toch in koudere dagen kunnen we de stal goed op temperatuur houden. Nou, we staan hier voor de blower. Je kunt nogal zien, hij is nogal groot. Alleen bij ons is dit wel echt toch wel een voordeel. Wij kunnen het hele slangenpakket en eigenlijk de hele mesbaanbeluchting in de stal, dat zult u straks nog even zien, kunnen we daarmee op druk brengen. Onze blowers die kunnen 6, 7, 800 pascal genereren. Waardoor we toch grote stallen met meerdere rijen en grotere lengtes goed kunnen beluchten. Dat is al een heel belangrijk iets. Je ziet toch veel dat er ondergedimensioneerd wordt qua beluchting. In verhouding tot de kubus is het ook gewoon een efficiënte blower. Nou, we zien hier dat de wisselaar ook op poten staat. Ja, de kip die moet eigenlijk vanuit de bosrand hier te zien goed naar buiten kunnen kijken. Dus die moet bepaalde meters van zich af kijken. En daar moet toch een 50 centimeter netto aan zichtruimte overblijven. Daarom hebben we deze wisselaars ook hier omhoog gezet. Nou, we staan hier aan de achterzijde van de wisselaar. Zoals jullie misschien weten voeren wij onze wisselaars uit met een filterunit. We hebben een rotatiefilter en een afzuigunit. Nou, hier kunt u zien hoe dit eruit ziet. We vangen de stof in een bak hiernaast en die zuigen we af door middel van de afzuigmond en een rotatiefilter. En dat voorkomt gewoon schoonmaak in de wisselaar en rendementsverlies, wat daar natuurlijk een gevolg van is. Wat wij eruit halen is eigenlijk gewoon bakken vol stof. Je kunt wel zien,
Dit is van een paar weken, ja, op 27.000 kippen. Dus daar komt gewoon een hele hoop vanaf. Nou, we zien hier het lamellenpakket van onze wisselaars. Dit zijn foliebuizen, dunwandig. Ja, die brengen de warmte goed over op de verse ingaande lucht. De blower, zoals eerder laten zien, die blaast deze slangen bol. En de afzuiglucht gaat aan de buitenkant hier langs op. Doordat wij dit bol blazen, staat het verse luchtgedeelte altijd op overdruk. En dat heeft toch wel een voordeel dat je in ieder geval het systeem op wat je de stal inbrengt op overdruk hebt staan. En waardoor je toch zoveel mogelijk de ziektes en invloeden van buitenaf buiten je wisselaar houdt en niet je stal intrekt. Nou, we staan hier bij een stukje van de mestbaanbeluchting. We zien hier in de nok een folieslang. Deze is ook geperforeerd, zodat we ook wat van de lucht hier in de ruimte brengen. Overige deel van de lucht gaat hier via deze spirobuizen op de uiteindelijke mestbaanbeluchting. We hebben hier een kleine 100 meter systeem staan. Dus het is wel zaak dat we het goed over de hele lengte van de staal verdelen. Daarom gaan we hier vier keer de mestband, vier keer de pijp in. Het heeft toch wel een voordeel dat we in ieder geval iets minder druk nodig hebben vanuit de wisselaar zelf. Wat wij hier weer anders gedaan hebben is dat we een stukje kunnen sturen in de hoeveelheid die we door de staal in de nok doen. En over de mestbaanbeluchting zelf. Aangezien we ook toch 1 kuub per dier hier inblazen. En 0,7 eigenlijk voor het systeem vereist is. Dus die 0,3 kuub die gebruiken we hier om dan de ruimte wat te beluchten. En iets verse lucht over de hele staal te verdelen. Nou, we hebben gekozen voor ABZ. En we hebben eigenlijk voor gekozen omdat hij een goede voersamenstelling aan konden bieden voor ook het verenkleed speciaal. Omdat dat is dat wel een belangrijk punt. Ze zien er dus goed uit, ze zitten goed in de veren. En dat was wel een groot voordeel. De werkwijze van ABZ bij het opstarten van een koppel is dat we altijd samen met de pluimveehouder op zoek gaan naar het maximale rendement uit de stallen. En daarbij stellen we altijd het dier centraal, want uiteindelijk moet een gezond dier is de basis van een goede productie en een goed resultaat uiteindelijk. Als we gaan zoeken naar het maximale rendement bij een koppel, werken we eigenlijk altijd met een 5-stappenplan. En het eerste wat we daarbij doen, is dat we gaan kijken welk huisvestsysteem we mee te maken. Als je hier kijkt, dan is dat een 3-ster beter levensstal met heel veel licht en ruimte en een lage bezetting. Maar bijvoorbeeld wel met heel veel invloeden van buitenaf, van het buitenklimaat, zeg maar. Dus als het warm is of als het koud. We zien nu dat het warm is, dat de verneveling aanstaat. Maar je hebt heel veel invloeden van buitenaf. En daarnaast, naast het stalsysteem, wat belangrijk is voor de voerkeuze, is natuurlijk ook het soort hen wat er zit. Is het een witte, zoals in dit geval, of een bruine? Dat vergt vaak ook een andere voerstrategie. De volgende stap die we dan zetten is aan de hand van het productiedoel wat we gesteld hebben bij het huisvestsysteem. Dat we gaan kijken welk voer uit het stabiele voerprogramma van ABZ daar nou het beste mee past. We hebben bij ABZ in het stabiele voerprogramma een drietal lijnen welke we gebruiken. De eerste is de perfectlijn. Dat is eigenlijk de lijn die we inzetten voor de productiedoelen waarbij we eigenlijk zeggen we willen zware eieren hebben. Een tweede mogelijkheid die we hebben, zoveel mogelijk wat lichte eieren. Daarvoor hebben we de Lightline in productie. Dat betekent eigenlijk dat je met een wat andere eiwit-energieverhouding gaat werken als dat je in de Perfectline doet. En daarmee creëer je eigenlijk dat die kippen toch met een lagere voeropname heel veel eieren kunnen produceren met een lager eigewicht. Daarnaast hebben we sinds kort ook de Optima-lijn. Dat is eigenlijk een voer wat daar weer ongeveer tussenin zit. Wat we daarmee willen bereiken is een iets hogere voeropname. En met name in staalsystemen als dit, waar we echt een robuuste hen willen. Een eigenwicht wat gewoon redelijk de norm volgt. En gewoon een kip met een maximale gezondheid. In deze stal wordt dus ook een voerlijn uit de Optima-lijn toegepast. Nou, de vierde stap die we bekijken, dat is de startfase van de dieren. Bij ABZ werken we eigenlijk altijd met een opfok 3. Of een pre-leg, wat we voeren tot 10% productie. Die 10% productie, dan heeft die kip een andere calciumbehoefte. Dus dan schakelen we door naar een startvoer. Dat startvoer voeren we ongeveer van 10% productie tot aan 7, 28 weken. Dat hen echt helemaal klaar is, zeg maar, in de top is. En dan over kan naar een fase 1. Die startfase is een van de belangrijkste momenten in de cyclus van de kip. De kip komt uit de opfok, is even nuchter geweest.
Komt in een nieuwe stal, moet zijn plek weer vinden, moet het voer vinden, moet het water vinden. Daarnaast is het ruiproces nog niet voltooid, dus die kip is nog bezig met ruien. Daarnaast is dat de periode dat ze in productie komen. Dus ook het legapparaat moet ontwikkeld worden. En dat vergt enorm veel van de kip. En daarom is ook het voeren in die startfase eigenlijk van het grootste belang. Waar we naar kijken bij ABZ, zeker in de startfase, maar ook in de latere fases, is dat we heel erg letten op de verteerbaarheid van het ruwe eiwit. En dat vinden we eigenlijk belangrijker dan het totale ruwe eiwit. Omdat het verteerbare eiwit, zeg maar, daar kan die kip wat mee. En je wil dus zo hoog mogelijk verteerbaar ruwe eiwit en zo laag mogelijk onverteerbaar ruwe eiwit. Want onverteerbaar ruwe eiwit is eigenlijk weer een bron voor verkeerde bacteriën in de darmen. Zoals bijvoorbeeld een Clostridium. En dat is iets wat je zeker in de start echt niet wil hebben. De keuze van de bronnen van eiwit vinden we dus heel belangrijk. Waar we dus elk naar kijken is dat we van elke grondstof die we gebruiken een eiwitverteerbaarheid hebben. En die we dus mee laten draaien in onze formulatie van het voer. Wat je daardoor krijgt is dat grondstoffen met een minder eiwitverteerbaarheid er automatisch minder makkelijk in komen. Die latere fases, dat is dan eigenlijk de vijfde stap van het stappenplan. We hebben binnen alle voerlijnen van ABZ hebben we eigenlijk een vierfasevoedering. Dus dat betekent dat we na de start elke 20 weken een fase verder schakelen. Fase schakelen bij ABZ diervoeding betekent niet dat je naar beneden gaat in eiwit en energie. Het enige wat wij doen is calcium verhogen, fosfor verlagen. Maar eiwit en energie houden we eigenlijk gelijk. Kijken naar de hennen, dat is wat we als pluimveespecialisten ook doen. Een paar extra ogen en oren op de boer, zeg maar. We gaan mee de stal in. We kijken wat de hennen doen, hoe ze zich ontwikkelen. En aan de hand daarvan kunnen we ook constant bijsturen met het voer als het moet. Nou, wat ook belangrijk is natuurlijk de structuur van het voer. We willen een structuur die niet te grof is, maar ook niet te fijn. Zodat we eigenlijk zo min mogelijk ontmenging krijgen in het voer en die kippen ook geen aanleiding geven tot selectief eten. Nou goed, we zien hier de kippen. Die zijn inmiddels 22 weken. De voeropname zit er goed op. De eitjes beginnen mooi te komen. Het verenkleed is mooi glad. En dit is eigenlijk, zoals we ze zien willen, met een goede vertering, een goede mest, donsveertjes op de grond. Eigenlijk perfect. Wij zijn trots op klanten zoals dit. Vooral ook omdat het natuurlijk een heel mooi concept is. Met een enorm mooie stal. Met heel veel licht en ruimte en bewegingsvrijheid voor de kippen. Dat is toch iets waar we naartoe gaan. Dus we zijn hier heel content mee. En we wensen Beek Pluimveehouderij en de medewerkers dan ook heel veel succes met deze mooie nieuwe stal en deze mooie kippen. Ja, de nieuwbouw is eigenlijk vlot verlopen. We hebben goede hulp gehad van gemeente Barneveld. En we hadden natuurlijk ook wel het voordeel, we hebben toen alles hier afbrandde, was één stal was nog vrij recent. Dus op de bestaande vergunning konden wij verder bouwen. We zijn in januari begonnen met bouwen en in mei zijn de eerste kippen erin gekomen. Nadat wij vorig jaar brand gehad hebben, hebben wij eigenlijk voor gekozen om deze stal nog brandveiliger te bouwen dan de andere stallen. Dit betekent dat wij een ander soort plafond gekozen hebben, wat brandklasse A heeft. Dus wat de hoogste brandveiligheid heeft die je kunt hebben. Verder hebben we brandmuren voor de technische ruimtes hebben wij. We hebben de stallen goed gescheiden van elkaar. Dus dat betekent ook dat je brandveiliger bent. Mocht er in één stal toch iets gebeuren, staat de andere stal in ieder geval veilig. Nou, we hebben deze keer voor gekozen om in de stallen een aluminium plafond te doen. Aluminium heeft brandklasse A, dus dat veilig kun je het eigenlijk niet hebben op dat opzicht. Verder hebben we de twee stallen nog meer gescheiden gehouden. Ze staan wat verder uit elkaar en ook wat losser van elkaar. Beekmontage heeft deze stal eigenlijk gebouwd. Heeft voor de montage gezorgd, dus de dak- en wandbeplating en de stal zelf. Beek Agri heeft voor de luiken gezorgd, de daglichtvensters, dat soort dingen. Beek Agri heeft ook voor het systeem gezorgd, het shorttime systeem. En dan hebben we Beek Deuren. Nou, die heeft de deuren geleverd en de uitloopluiken. Het maakt het natuurlijk voor jezelf heel makkelijk. De lijntjes zijn kort, je kunt snel met elkaar overleggen. En het is natuurlijk wel extra leuk om alles van jezelf te hebben zo. Beek Agri heeft hier eigenlijk voor de familie Beek na de brand, wat natuurlijk een beetje triest is, de twee nieuwe stallen hergebouwd. Nou, dat is uiteindelijk best een heel mooi plaatje geworden om het dat zo maar te zeggen. Wat zeer opmerkelijk is hier in de winterkarde is dat we hier hebben toegepast van de heatcut.
zogenaamd warmtewerende lichtplaten. De lichtplaten zijn dubbelwandig, waardoor deze ook geïsoleerd zijn. Dat is een eis voor het Beter Leven 3 sterren concept. Daarbij zitten er ook aluminiumvezels in, wat weer zorgt dat het de warmte weer kaats wordt. Waardoor het hier in de winterkuilen een aangenaam temperatuur is, ondanks deze best wel warme dagen. We zien ook de zijwand, de geperforeerde damwandplaten. Deze hebben aan de buitenzijde een mooie kleurcoating, waardoor het geheel van het bedrijf een mooie uitstraling heeft. Dergelijk heeft het aan de binnenzijde, ziet het er zeer luchtig en open uit. De damwandprofilering heeft een perforatiegraad van 29,25%, wat ook weer voldoet aan de criteria van de 3 sterren Beter Leven. Daaronder hebben we lichtdoorlatende uilopluiken gerealiseerd, zodat de hennen straks toegang hebben tot de bosrand. Bosrand is een gedeelte buitenuitloop wat overdekt is, zodat deze hennen ook worden beschermd tegen de wilde vogels en dergelijke ongedierte. We zien ook de sandwichwand. De grote uilopluiken is een zeer opmerkelijk oogpunt. Bij de eis 3 sterren Beter Leven is de eis dat de hennen 2 meter doorgang hebben. Dit zorgt ook voor voldoende luchtinlaat. De uilopluiken hebben een aluminium U-profiel van 6 centimeter dik met inwendig een koker. Dit versterkt zeer het profiel, waardoor die op 5 meter afstand, een spanvakbreedte, over heel de lengte recht blijft. Daarbij hebben we 6 centimeter sandwichpanelen kunnen toepassen met inwendig een peerkern. Tevens is de sandwich binnenwand gemonteerd op een betonnen rand. Deze betonnen rand zijn prefab gemaakt. Daar hebben we een eigen mal voor. Deze wordt bevestigd op de betonvloer en dit zorgt eigenlijk met schoonmaken een hoop werk gemaakt. Nou, we zien nu dat de grote uilopluiken aan het zakken zijn. Hier aan de zijkant zit een kunststof wiel. Dat kunststof wiel loopt straks in deze geleiding. En die kan eigenlijk lopen tot in het puntje. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het rubber wat we net zagen bij de hennen, wat aan de achterkant zit, hier straks hermetisch op de betonwanden afsluit. Nou, we zien nu dat hij bijna zijn eindstand heeft bereikt. Ook bovenin is het dezelfde werking eigenlijk. Nou, zoals we kunnen zien, de uitloopluiken zijn nu gesloten. En het zeer opmerkelijk is, ik zeg eigenlijk altijd, licht is lucht. Op het moment dat ik hier licht zou kunnen zien, zou dat betekenen dat het ook lucht doorlaat. Wat dan weer wijst op tocht op de hennen. Op het moment dat de uitloopluiken weer aangeleerd worden, dus aangetrokken worden door de RVS-staafkabelen die op de buis zit, dan worden deze rechtstandig omhoog getrokken, waardoor ze daarna weer ruimte krijgen in het spand om omhoog te gaan. Het opmerkelijke punt is dat de binnenzijde van de binnenwanden een andere kleur hebben. Waarom doen wij dat? Dat doen we eigenlijk puur op het moment dat de uitloopluiken dicht zitten, die dezelfde kleur hebben als de hele binnenwand, dat dit een donker geheel is. En een donker geheel zorgt ervoor dat het licht van het systeem niet weer kaatst tegen de binnenwand aan. Dat is zeer gemakkelijk als de hennen 's avonds naar bed moeten, dat ze het licht in het midden van de stal zien. Nou, op dit moment zien we ook dat de daglichtramen geopend worden door middel van de motor die hier vooraan bevestigd is. De kabel wordt nu op dit moment op spanning getrokken en op het moment dat deze op spanning is, worden ook alle dakvensters opengetrokken. Deze zitten aan een hoofdlijn gekoppeld, waardoor ze allemaal tegelijk ook open gaan. Nou, we zullen dermate zien dat het licht steeds verder zich in de stal brengt. Nu we hier ook bezig zijn, zien we gelijk wat nevel. Dat is eigenlijk de nevelkoeling, gerealiseerd door Beekamp, die ook de warmtewisselaar hier hebben gerealiseerd. De nevelkoeling zorgt tijdens deze warme dagen dat een grote hoeveelheid water onder hele hoge druk naar binnen wordt gebracht. En dit zorgt er eigenlijk voor dat het voor de hen een lekker temperatuurtje heeft in de stal. Verder zien we, als we naar boven kijken, zien we het aluminium plafond. Aluminium plafond aan de onderzijde zorgt ervoor dat de luchtstroming vanuit de inlaatventielen omhoog wordt gestuwd. In de nok, in het midden van de stal, wordt deze afgezogen. En hierdoor zorgen we eigenlijk dat de goede ventilatie over de hennen heen valt. Hierachter zit een glaswoldeken. Een glaswoldeken met de combinatie van het aluminium plafond en de vezelcement golfplaten op het dak zorgt voor brandklasse A. We hebben hier brand gehad. Dat is geen fijne periode geweest. En daarna hebben we eigenlijk met de familie Beek zitten discussiëren hoe we deze nieuwe stallen zo goed mogelijk op brand konden inrichten. Ook als we naar buiten lopen, dan zien we eigenlijk de buitenwand die door Beekmontage ook is gerealiseerd. We zien hier een zwart sandwichpaneel. Deze heeft een matte coating. Ook met de aluminium U-profielen van de deuren.
die gerealiseerd zijn door Beek Deuren zijn ook daarin meegenomen. Dus die hebben dezelfde coating. Dit zorgt eigenlijk voor een zeer fraai uiterlijk. Daarbij hebben we het zeer standaard gehouden om onder een grijze betonpaneel toe te passen. Daarnaast hebben we ook gebruik gemaakt in dit geval van een hout zichtwerk. Aangezien we hier een zichtlocatie hebben, kleedt het door het hout heel mooi aan. In de combinatie met het rustige beton, het rustige zwart en het artistieke hout zorgt dit voor een totaal mooi geheel. En zo kunt u toch zien dat door die verschillende BV's eigenlijk van Beek, dat er een mooi totaalproject kan worden gerealiseerd. Wij hebben bij de firma Beek Hero de deuren mogen leveren. Loopdeuren komen we straks nog, schuifdeuren waar we nu voor staan. Ja, we zullen de verschillende types even belichten en de pluspunten aangeven. Dit is de schuifdeur, de onderrollende schuifdeur. We hebben de schuifdeur in drie types. Wielen heeft hij onderin verzonken in de deur. We kunnen hem open doen. Hij rolt mooi over de rail heen en weer. Dit is de mesloods, dus er moet elke keer met de shovel in en uit geladen worden. Ja, groot voordeel dat er dan geen blokken op de vloer zitten die we bij een bovenrollende deur weer wel hebben. Bij deze deur is het aluminium onbehandeld gebleven. Je ziet de aluminiumkleur. Is helemaal niet storend bij zo'n grote vlakdeur. We zullen straks ook een deur zien waar het aluminium wel meegecoat is. Wat weer een chiquere uitstraling geeft. Nou, we staan hier bij de loopdeur, type LPDK van de firma Beek Deuren. Zoals ik straks al zeg, deze is wel mooi gecoat. Het aluminium heeft hier een mooie matzwarte fijnstructuur coating gekregen. Waardoor het een beetje een chiquere uitstraling geeft. Deuren zijn voorzien van RVS scharnieren, aluminium klinkstel. In de deur zit rondom een rubber, ook weer om de volledige afdichting te krijgen, waardoor als de deur dicht is er geen licht doorheen komt. De deuren hier zijn voorzien van een knopcilinder, waardoor de vluchtweg eigenlijk altijd vrij is om de stal te verlaten bij problemen. Er is geen sleutel nodig om de deur te openen. Ja, dit is onze LPDS, de deur die in de sandwichwand gebouwd wordt. Met aluminium profielen wordt de sandwichwand afgedicht, die gelijk dienen als kozijn. Weer volledig rubber in het kozijn, waardoor het weer perfect afsluit qua luchtdichtheid. Hier is gekozen voor een paneel in dezelfde kleur, in een donkere kleur, waardoor de binnenkant van de stal een donkere kleur heeft, wat weer rust geeft voor de kippen. Nou, we zijn hier bij de binnendeur met plank. De deur is ingekort aan de onderzijde, een stuk van afgehaald. Waarom is dat? Als we de deur open doen, kan de boer de plank eruit halen en kan hij de stal benaderen met zijn kruiwagen en dergelijke. En toch houdt het bij de plank erin. De strooisel wat aan de binnenkant is, ligt in de stal en ligt het niet altijd in het voorportaal. Hier staan we voor een puikkozijn, een raamkozijn zeg maar, wat voor de eierlokaal is om een beetje daglicht. Een raampje wat open kan. Weer alles gecoat in de fijnstructuur, mat zwart. Nou, we staan hier bij de toegang tot het eierlokaal. Deze is normaal gesproken afgesloten, kan niemand binnen. De chauffeur van de eiervrachtwagen die heeft een code. Nou, die typt hij in en hij kan het lokaal betreden. Alles bij elkaar zijn we dus zeer blij geweest met deze opdracht. We mochten de deuren, schuifdeuren, loopdeuren, ramen verzorgen. Alles mooi luchtdicht af, zodat deze stal ja, perfect afgesloten is. We zijn in principe wel een showstal. Klanten komen vaak bij ons kijken. Ook pure klanten die bijvoorbeeld zelf graag een winterkar of iets aan willen schaffen, die kunnen hier wel kijken hoe het hier zo werkt. De toekomst is voorlopig blijf ik hier met veel plezier werken. En hoop ik technisch goed te draaien. Dat hoop ik zeker te gaan doen. Verder blijf ik dit samen met mijn vader doen. Hij draait bij in de weekend en ik doe dit door de week. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een goed beeld gekregen hebben van deze pluimveehouderij. Hoe wij met kippen en dierenwelzijn bezig zijn. En dat wij ook compleet stallen bouwen. Verder staan we hier in de zichtruimte. Dit is ook een gedeelte showroom. Achter ons zie je het systeem staan waar wij dealer van zijn, Shorttime. Nou, verder kunnen wij complete stallen aanbieden. Dat gaat van asbest saneren tot uitloopluiken, deuren, daglichtluiken. Mocht je nou bouwplannen hebben of heb je hier interesse in, laat het gerust weten. We helpen je graag verder met een kopje koffie of gebakken eieren.